Het is nu precies een jaar geleden dat je Achillespees afgescheurde. Hoe is het sindsdien gegaan? Zo, dat is een aardige moeilijke vraag. Ja, dat is een jaar geleden. Er is het een en ander gebeurd. Natuurlijk meteen in het gips. Daarna weer langzaam een beetje proberen te wandelen. Dan een heel klein beetje dribbelen. En ondertussen zitten we wel weer, ben ik weer goed bezig. Alweer volle bak gestart. En ook goede tempo's aan het lopen. En op hoeveel procent zit je ongeveer als je kijkt naar de wedstrijd fit? Ja, het is altijd een beetje lastig. Ik zou denk ik nu wel een wedstrijd kunnen lopen. Alleen de vraag is hoe hard het gaat. Dus daarom heb ik wel voor gekozen om pas in mei wedstrijden te lopen. En dat eigenlijk. Wat wil je vooral nog verbeteren? Op zich het starten. Ik heb weer in de startblokken volle bak. Dat gaat heel goed. De topsnelheid moet nog wel een stuk hoger. En het uithouden is smaller. Dus eigenlijk wel meer een deel van de aspecten. Ja, kracht zit weer op het oude niveau. Starten gaat weer goed. En met de pace zelf gaat het ook gewoon heel goed. Dus inderdaad, nog even echt 4 maanden hard trainen. En dan kunnen we weer aan de bak. Heb je nog wel eens last van je pace? Nee, nauwelijks. Hoogstens dat mijn keitelrenner is, maar niet van mijn pace zelf. En verder nog blessures? Ja, wat kleinigheidjes. Als je binnen een half jaar hebt stilgezeten, is het lastig om weer gewoon verder te gaan waar je was. Dus het is wel opbouwen. En daarbij wel wat kleine klachtjes, vooral aan mijn knieën. En soms ook wel eens aan mijn rug. Maar op zich, alles is nu goed onder controle en kan de belasting nu weer goed aan. En wat is het plan vanaf nu? Ik ga nu eerst nog een week of 5 in Nederland hard trainen. Dan 10 dagen in Spanje. En dan nog weer een week of 6 in Nederland. En dan nog een keer 10 dagen. En dan ga ik beginnen aan de wedstrijden. Waarschijnlijk in eerste instantie een beetje 400 en 200. En dan 100 en de estafette. En wat is je uiteindelijke doel dit jaar? Ja, in ieder geval in eerste instantie gewoon weer terugkomen op het oude niveau. Dat is al de eerste zorg. Molotov cocktail. And set the goddamn place on fire. This is it. Molotov cocktail. And set the goddamn place on fire. This is it. Molotov cocktail. And set the goddamn place on fire. This is it.